Maar ja, ik heb weer een hele goede daden verricht vandaag. Een hele goede morgen allemaal. Mijn naam is Karin Stalman van de Werf. Ik ga dus nu even raampje open doen op de haak. Al handig. Ik ga nu richting school. Het is vandaag trouwens 30 september 2019. Het is nu 10:45. Ik heb de hondjes al gedaan en ik wens jullie heel veel kijkplezier gewenst. Ja, nou ja, ik zit dus nu op de fiets. Het is nu 2:50. En om 2:30 is Ro klaar met zijn werk. Dus je raadt het al, ik hou Ro op. Gezellig samen met jullie. Wat ik dus nu doe, mag eigenlijk niet. Maar oké. Ja, dat is ook grappig. Ik let tenminste nog op. Dat is heel leuk. Laat ik nog een keertje opletten. Ik heb nog een spiegel. Ik kijk gewoon voor me terwijl ik met jullie aan het praten ben. Dus ja, wij gaan lekker Ro ophalen. Gezellig. Ik heb er zin in. Zo, nou, ik sta dus hier nu bij Ro's werk. Ja. En het is nu, want ik niet liggen, dus even kijken hoe laat het is. Het is nu iets van 8 minuten wachten en dan moet hij naar buiten komen. Dan is hij klaar. Ik ga nog wat eten. Ik heb nou net een broodje op. Ik heb nog niks gegeten, dus dat wordt even hoog tijd. En ja, dan is het even wachten op Ro en dan is hij zo meteen wel weer klaar, hoop ik. Ik hoop dat jullie me eigenlijk een beetje kunnen horen door die harde wind hier. Het is hier een grote windsluis. Dus nou, ik ga even eten en dan even kijken of Ro mij zo meteen ziet staan. En anders loop ik heel sneaky achter hem aan. Dan laat ik hem lekker schrikken. Je sport niet, hè? Wist je dat? Hé, hey, Jutti. Ja, nou, we zijn dus thuis, want ik had Ro gewoon even gebeld van dat ik buiten stond. Kijk, daar is Ro ook alweer. Hoi. Ik zit nu eens lekker op zijn plekje, Dikkie. Lady, die moet het ook maar weer ontgelden. Voor me niet hoor. Moet daar hier? Zo, hallo. Dames, ga eens ruimte. Ook prima. Ga maar in de mand. Allebei. Prima. Dames, jullie kunnen een knauw krijgen van Lady. Maar dan is het jullie eigen schuld. Ja, nee, die gaan nog even bezig. Zo vals ben je niet, hè? Nee. Je bent heel lief. Nou, die zijn dus verliefd op elkaar. Oeh, happy. Zo.
Nou, het wordt dus nog wat, want Ro en Rodi heeft dus een opdracht van mij gekregen om dus te gaan koken. Dat wordt nog leuk, dat wordt echt leuk, moet ik zeggen. Hij is dus nu naar beneden om... ik had het dus met tanden, ook handig. Ja, dat is een groentje. Nee, maar we hebben dus nou net eerst, hoe heet dat, noedels met ei erbij gehad. En dan gaat Rodus koken. Maar wat gaat hij koken? Ik mag me er niet mee bemoeien, maar ik mag wel filmen voor jullie. Is dat wat leuk? En ik ben benieuwd wat hij gaat koken. Jullie ook? Dus blijf kijken. Zo, zoals jullie weten is Rodus aan het koken. Lig je nou wel lekker? Mevrouw Onrust? Dus even kijken, maar ik ga me nergens mee bemoeien. Totaal niet. Ook al vind ik dat soms wel heel moeilijk. Maar ik mag wel een lampje aandoen. Dan mag ik me dan wel weer mee bemoeien. Ja, ja. Toch? Past wel. Toch wel? Toch wel. Ja, is mooi. Als je het nodig hebt om een lampje aan te doen, dan mag dat wel. Scheelt nu. Nou, we zullen beleven wat ik ga krijgen qua eten. Overslag, ook handig. Daar ligt er één heel zielig. Ja, mama, maar ik ben zielig. Ja, ik ben ook wel eens zielig. Maar ja, ik heb weer hele goede daden verricht vandaag. Want ik heb onder andere het trappenhuis weer mooi schoongemaakt, hè, schat? Dat dacht ik al. Ik heb heel mooi het trappenhuis schoongemaakt. Kunnen ze ook niet meer zeuren zijn? Ik zei bla 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 bla. Nee. Hè? Kunnen ze? Ja, kunnen ze wel doen, maar dat schiet niet op. Niemand nou ja, weet ik niet. Nee, want als ze nou gewoon eens een keertje bij mij aan de deur komen, voor jou, hallo, koekoek. Het is stoffig hier. Dat zegt Ro dus, het is stoffig. Hè, precies. Ja. Hè, toch, schat? Ja. Het is stoffig, meterstof. Meterstof? Ja, helemaal meter. Is dat nieuw? Oké. Okay. Meterstof. Wat, waar? Waar? Meter. Ja? Meterstof, ja, een meter, ja. Geen idee of en of wij een meterstof hebben. Ja, of en of je moet even naar de Haagse markt. Dan kun je stof kopen en dan heb je ook 2 meterstof, 3 meterstof, ja. Oh, jij ook weer met je droge, leuke, geweldige humor, ja. Dat stof en die ik dan kan kopen op de Haagse markt, of waar dan ook, die kan ik dan weer op en op de trap neerleggen. Ja, en dan heb je ook stof op de trap, ja. Net als tapijt, toch? Ja. En met tapijt is toch ook stof? Ja, tuurlijk. Stof. Hè? Stof. Ja, maar dat is toch stof. Kleed, ja. Het is maar net hoe je het bekijkt, toch? Gaat-ie, schat. Gaat-ie. Nee. Even zo meteen dit even doen. Maar Rodi heeft gekookt en het ruikt wel heel erg lekker, moet ik zeggen. Het ruikt heel lekker. Lekker smaakt het, punt 2. Kijk eens. Dat is voor jou. Oeh, ik ga zo kijken. Misschien moet ik nog even de magneton op de dokter warmen. Maar dat ga ik zo meteen wel bekijken. Hè? Hey, ik ga eens even kijken. Ja. Nou ja, ik... Rodi zit nu daar. En namens de dieren willen wij jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vind je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, doe het duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Laat een leuke reactie achter. En doe het belletje aan, want dan blijf je zeker op de hoogte. En dan zien we jullie morgen weer bij een gloednieuwe vlog. En dan zou ik zeggen, dankjewel en tot morgen weer. Hoi.